Yo, kijk, ik ben hier op TV. Vandaag ben ik hier met een nieuwe aflevering van Poppy Twinbow Rainbow Bell Adventures. Even rustig ademhalen. En dan gaan we beginnen. Wop. Volgens mij is het nu. Wop. Voordat je de route weet, dan ruimen we er gewoon zo doorheen. Het is helemaal geautomatiseerd, dit. Nee, ik denk het niet. Maar ja, oké. Okay. Wel lekker vrolijk muziekje. Waar je van houdt. Oké, okay, we gaan hier naar binnen. Jezus, je annoying bastard. Er zit ook een verkeerde knop in, dat helpt ook echt enorm goed. Dan kan ik je echt gewoon vertellen dat het heel goed werkt. Gewoon echt totaal niet. Oké, okay, even snel running. Ik had echt best wel graag willen hebben weer. Ik dacht ik had het power-up nog. Maar niet dus. Freaking annoying dit. Oké. Okay. Let's retry. Take it eye. Of wat ik precies zeg. Dus als ik nou even dit doe. En dan dus. Jump aanzet. Kan ik bijna helemaal zo doen. Kijk eens aan. Dan zijn we er ook. Ik weet niet of het nou automatisch gaat of niet. Nee dus. Duidelijk. Dat totaal dus niet automatisch. Hoppa. Hier weer naar binnen. Running, running, running. Is altijd welkom. Makkelijk. Als je niet alle items hebt, namelijk. Die wil ik eigenlijk nodig had. Oké, okay, dank u. Oh, die heeft dat eens nodig. Wij moeten hier achter zitten, toch? De finish. Ja. Woe, level gehaald. Goal. 3 of 4 pogingen. Wow, valt mee. Ik ga echt leren. Maar is 1 wereld best wel heel kort. Dit is wel best wel heel groot level. We need to prepare ourselves. Conveyor belts. Ik heb het niet eens echt nodig, maar. Wow, fire! Ik hek. Dus ik weet niet hoe ver hij weggaat. Oh, nu full HP. Hoe dat in één keer is, dat weet ik dus ook niet. Ah, dan een teleporter. To the next ground.
iemand beter met de rest kan laten. Oké, okay, hier hebben we dus... Key door. Ik vind deze misschien wel chill. Ik heb alleen dus geen roze sleutel. Die roze sleutel had, dan had ik een andere secret ontdekt. En dan weet ik niet of ik nou hier naar beneden moet. Ja, dus. Hier even naar binnen. Extra life. Oké, okay, dat was wel echt pech. Echt, dat is even kapot. Dan gaan we hier naar binnen. Dat is gewoon puur luck. Wow. Ja, het zit dus geen extra HP. Maar we hebben wel een level gehaald. Oké, okay, next level. We hebben volgens mij 6 levels voor deze wereld. Oké, okay, dat is gewoon echt een stomme pech. Dan gaan we dus niet meer naar boven. Om zeker hetzelfde te zijn. Nee, ik wist ook dat het dood zou gaan. Ik sprong mis. Oké, okay, retry. Doe het. Pling. Hoppa, let's go. Hier kunnen ze wat aan. Shoot him down. Ik heb ze nog helemaal niet nodig eigenlijk, maar ja. Altijd wel makkelijk. Komt hij terug? Okay, dat was dus echt antwoord op mijn vraag. Ja. Die kwam inderdaad terug. Oké, okay, dat was nou gewoon jammer. Hoe je het ook bent of keert. Als hij net zo moeizaam gaat als wat ik nu aan het doen ben, wil ik niet weten hoe hij gaat. Hoppa. Hier naar binnen. We weten nu dat hij dus terugkomt. En dat er eigenlijk meerdere zijn. Dat de main mechanic van dit level. Dus daarom gaat, daarover gaat. Dat het level eigenlijk niet zo heel groot is. Maar heel groot lijkt. Door deze ballen. Zoals je ook ziet, ik ben bijna bij de goal namelijk. Extra defense. Kan nooit extra kwaad. En ik heb mijn hamer weer terug. Oké, hier zal ik zo meteen wel een teleporter zitten. Een idee heb ik. Dat was flauw. Ja, teleport. Precies wat ik al dacht. Dat was ook heel flauw. Jezus, wat is dit voor level? Allemaal nieuwe mechanics die ik helemaal niet ken. Ja, vroeger kende ik ze als het binnen is van mijn broekzak.
Nou, nog een poging. Dikke, pakken jullie mij niet. En tot mijn donder, ik zat in hier, is dood. Ik weet het zeker. Oké, dit haal ik. Nog steeds gehaald met 3 lives. Met 3 HP. Gewoon even wachten hier. Ik moet die kant op. Make-up. Takey. Oké, dan gaan we weer. Running. Oké, er komt hier zo meteen nog een bal aan. Oké, daar heb ik weer even op kunnen wachten. Goed, wall. Maar ik heb hier nog 2 hits. Ik kan 2 keer geraakt worden. Had 3 kunnen zijn. Als ik iets voorzichtiger had gespeeld. Kom, bal. Even terug. Vertrouw het niet. Too dangerous. And running. Oké, dan wachten we hier even. Dan is het jump. Wait a minute. En jump. Wow, nog één. Wait a minute. En dan verandert het zaakje een klein beetje. Die opa had je ook nog een keer. Die supercoole zonnebril van hem. En dat ging verdomme goed. We zijn er nog steeds niet. Wat? Hoe ben ik hier dood gegaan? I don't get it. Nou, in ieder geval, we gaan de volgende episode verder. Want ik moet even rustig bedenken wat hier fout ging. Laat een like achter, je niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg!